Ondanks de moeilijke financiële situatie in het land is de inzameling voor de eerste steenlegging van de omheining van de Vechts Istana begraafplaats aan de Anamoestraat een succes geworden. Het gebaar van Pachayaluhur voorzitter Paul Somoharjo om de inzamelingsactie te organiseren wordt daarom op handen gedragen, zegt voorzitter van de Vechts Istana Suraji Murawi. De stichting was zelf niet in staat om de omheining op te zetten. Omdat wij ook altijd in onze mind hebben om eens deze begraafplaats te omheinen. Maar je weet hoe het toegaat. Wij hebben geen inkomsten. Het inkomsten is wanneer er alleen maar iemand hier wordt begraven. En dat wens ik niemand om dan ons voor te gaan, hè. Maar ja, Paul Salam Somoharjo heeft mij een week terug om toestemming gevraagd. En ik heb dan samen met mijn bestuursleden die toestemming gegeven. En afgelopen dag, vrijdag was het, hè, was het een soort telethon gehouden. En wij van de federatie is maar een kleine organisatie die gedragen wordt door de lidorganisaties. Murawi zegt dat het mooi is om te zien hoe met de inzameling de Gotong Royong-gedachte weer tot uiting komt. Bij deze gedachte levert elk een uit de organisatie een bijdrage. PL-secretaris Bronto Somoharjo merkt op dat niet alleen de omheining zal worden gemaakt. Wij werken, we beginnen en we zorgen ervoor dat we tot een goed einde doen. En ik ben blij dat iedereen meedoet, de gehele gemeenschap doet mee, de organisatie doet mee. Dus het is iets moois, het is extra zegen natuurlijk. En we hopen dat de voorzitter van Pachayaluhur extra zegen krijgt hierdoor op zijn 80ste verjaardag. Het is een mooi initiatief en dat ondersteunen wij. De ABOP heeft het volledig ondersteund met de vicepresident. Wij van Pachayaluhur als onderdeel van de initiatiefnemer ondersteunen. En wij verwachten dat dit door blijft gaan. Nogmaals, onze identiteit. Daar zijn wij onbekend. De sociale kracht gaat nu weer naar de voorgrond treden. Somoharjo zegt dat het terrein nu ook zal worden onderhouden.